Deze cursus is om te voorkomen dat honden getraumatiseerd raken. Gebeurt het veel? In het verleden gebeurde dat vrij veel, ja. Maar sinds dat wij, want het werkt echt een beetje preventief ook voor ons, sinds dat wij de vuurwerkcursussen geven, maak je dat veel minder mee. En maak je ook veel minder mee dat dat soort dieren ook in het asiel terechtkomen. Wat voor gedrag vertonen ze als ze getraumatiseerd zijn? Ja, vluchtgedrag, hè? Angstgedrag, bang zijn voor alles en nog wat. Niet alleen voor het vuurwerk, maar ook voor onweer, vrachtauto's, auto's met aanhangers. Echt geluiden die de dieren niet kunnen plaatsen. Daar komt het eigenlijk op neer. En wat doen ze dan? Gaan ze piepen? Dan gaan ze piepen, maar ze gaan ook vluchten. Ze gaan proberen weg te komen. Hè. Ze proberen, een hond is echt een vluchtdier, die probeert weg te komen en zo ver mogelijk van het gevaar af te gaan. U geeft ook cursus voor gevorderde honden. Wat houdt dat in? Nou, voor gevorderde honden, de vuurwerkcursus is echt bedoeld voor honden tot en met ongeveer 6, 7 maanden. Dat is echt die imprintingsperiode, hè? Dus je kun je van alles nog leren. Honden die een paar jaar oud zijn en die bang zijn voor vuurwerk, nou, die kun je dat eigenlijk niet meer afleren. Alleen je kunt het gewoon maken dat geluid er is. En dat is bijvoorbeeld een vuurwerk-cd, hè? Die hebben we hier. Mensen mogen die bij ons ophalen en dan mogen ze die 14 dagen even thuis afspelen. En dan tijdens dat afspelen moet het gewoon normale leven doorgaan. Zodat het voor het dier, voor die volwassen hond dan, normaal en een gewoonte wordt dat die geluiden plaatsvinden en dat het leven gewoon doorgaat. Want wat staat er precies op die cd? Vuurwerk. Vuurwerkgeluiden, echt die geluiden allemaal. Die niet herkenbaar zijn voor een dier. En voor de hond dan in dit geval. En moet je dan het geluid eerst zacht zetten en dan langzaam steeds harder of niet? Nee hoor, dat bepaalt de cd zelf. Dus op de cd wordt dat allemaal zelf gestuurd. Dus op zich, en dat werkt prima. Je kunt daar ook nog voor kiezen dat je een beetje homeopathie erbij geeft. Een beetje dat het dier niet zo gedreven is, niet zo opgefokt is. Maar dat hij gewoon een beetje relaxed is en dan ook nog eens een keer die geluiden leert kennen. Nou, dan wil je dat op die manier, kun je daar al een heleboel bij inhalen. Alhoewel vanmiddag in Almere ook een volwassen hond van 4 jaar was. En die deed ook mee met de puppies. Nou, die vond op een gegeven moment het spel met die puppies veel belangrijker dan die angst voor het vuurwerk. En dat is ook heel belangrijk. Dat leren we straks ook tijdens de vuurwerkcursus. Dat kunt u dan ook zien. Van dat we de mensen eerst leren om te kunnen spelen met het dier. Dat is het belangrijkste. En als een dier angstig is, dan moet die eigenaar ervoor zorgen dat hij veel belangrijker is dan die angst voor datgene waar hij bang voor is. En op die manier kun je alles opbouwen en kun je het gewoon maken dat vuurwerk helemaal niet eng is. Klopt het dat geruststellen niet goed is? Ja, wij mensen hebben de neiging om te troosten. Dat is hartstikke menselijk. Nou, op het moment dat een dier heel zielig in een hoekje gaat zitten, dan vinden wij dat diertje zielig en dan gaan we erbij zitten en dan gaan we hem aaien. Want dat is de menselijke gedachte, de menselijke reactie. Maar dat moet je juist niet doen, want door dat aaien van een bange hond beloon je dat gedrag. En dat moet je juist niet doen. Je moet gewoon jezelf weer belangrijker maken door bijvoorbeeld een piepbeestje te pakken en gekke dingen te doen. Zodat hij, het leven is leuk in plaats van dat hij angstig is voor dat geluid. En op die manier probeer je dat aan te leren. Want die aandacht die je dan geeft door geruststellen, dan kweek je waarschijnlijk negatieve aandacht die dan gaat trekken? Ja, je beloont het negatieve gedrag en dat moet je dus niet doen. Nogmaals, het is hartstikke menselijk hoor, zo'n reactie. Maar voor de hond is dat gewoon bevestiging van het is dus juist dat ik bang ben en dat moet je niet doen. Zijn er bepaalde honden die er meer bang voor zijn dan anderen? Ja, de ene hond is veel stabieler dan de andere hond. Een rottweiler, nou, die heeft gewoon schijt aan de wereld en die zegt van ik ben nergens bang voor. Maar een beetje een vluchthondje, een jachthondje bijvoorbeeld, die heeft zoiets van, jeetje, dit is niet leuk, er van tussen, wegwezen. Nou, daar zit je qua ras, hele grote verschillen zie je daar ook in. Je hebt ook honden die komen uit de africhting, genetisch uit de africhting, ja, die hebben er helemaal geen moeite mee, want die zijn er genetisch al een beetje gewend, die zijn er al, hebben er al mee te maken gehad. Ja, dus er zit behoorlijk wat verschillen in. Voor de stabiele hond is het veel makkelijker te aanvaarden dan voor de echte angstige, onzekere hond. Golden retrievers? Ja, gaat best eigenlijk wel. Ja, dat gaat prima eigenlijk wel. Wat zijn de kosten van deze cursus? Niets. Hoe doet u dat? Ja, mensen verbazen. Nou ja, we werken gewoon met allemaal vrijwilligers. Dat ten eerste al. Dus dat kost ons helemaal niet geld. Zelfs de chocolademelk die wordt gratis gemaakt. Want mensen krijgen, de cursisten krijgen ook nog een chocomel hier tegen de kou. En dus die kosten zijn er gewoon niet. En nogmaals, dat heb ik zo net ook verteld, we proberen ook preventief te werken. We willen graag dat de honden niet bang worden, want
In het verleden hebben we toch wel getraumatiseerde dieren binnengekregen. Dat de eigenaar niet wist hoe ze ermee om moesten gaan. Hè? Van, dat die hond helemaal niet handelbaar was en dat hij helemaal in paniek was. En dat hij daardoor in het asiel terecht kwam. Dus het mes snijdt op deze manier aan twee kanten. Dus we proberen de honden te voorkomen dat de honden in asiels terechtkomen. En aan de andere kant, het is gewoon hartstikke leuk. Het hoort gewoon bij het pakket, om zo maar te zeggen. Dit is een voorbeeldhond. Kunt u dat even uitleggen? Nou, ik gebruik mijn hond tijdens de cursus om de oefeningen voor te doen. Ik heb nog twee honden waarmee ik dat doe. Die doen dat allemaal op een ander niveau. Zo kan ik ook de cursisten laten zien wat je moet doen om een hond te corrigeren. Als de hond het iets niet goed doet. En verder, als de honden vrij spelen in mijn cursusgroep, dan kan ik Kees ook gebruiken om vechtende honden uit elkaar te halen. En dat doet hij op een hele eerlijke manier. Hij pakt de onrust ook. Ik weet niet of jullie het net gezien hebben, dat twee honden wilden dus echt niet komen. En als de honden heel erg druk met elkaar bezig zijn, kun je wel roepen, maar dan ben jij niet belangrijk. En als er dan iets is wat de honden afleidt, dan kun je op dat moment roepen. Dus ik stuurde Kees erop af. Kees sprong ertussen. Hondjes waren afgeleid, bleven ook stilstaan. En zo konden we ze ook weer eventjes pakken en richting baas sturen. Hoe gaat het met uw hond? Ja, heel erg goed. Heeft u veel geleerd? Ja, ze leren er altijd van natuurlijk. En wat? Nou ja, spelen met soortgenootjes. En ja, een beetje rustig blijven, hè, onder alle omstandigheden. Hij kan wel redelijk tegen geluiden nu. Ja, hij doet het heel goed. Eerst niet? Ja, nou, ik heb hem pas 2 weken, dus ik heb al die tijd nog niets, geen rare dingen meegemaakt in ieder geval. Nee, en voor de rest moeten we het afwachten natuurlijk. Succes! Dank u wel. Kom maar.